Je wordt echt heel misselijk, hè? Dat weet je al. Hey guys! Ik dacht dat deze maand wel een hele goede maand zou zijn om wat nieuwe rubrieken op mijn YouTube-kanaal uit te proberen. Jullie weten dat ik hou van gek eten. Dat ik in het verleden heel veel Amerikaanse snoep heb geprobeerd. En dat ik ook Japanse snoepsetjes wel eens maak. Maar toen dacht ik laatst van, zouden er in de Nederlandse supermarkten geen dingen zijn die ik nog nooit heb geprobeerd en ook bijna nooit bij anderen voorbij zie komen? Die ik dan een keertje kan proeven in een video. Dat bleek zo te zijn, want ik ben de supermarkt ingegaan en ik vond echt een heleboel dingen waarvan ik dacht van, dit heb ik nog nooit van mijn leven gezien. Hoe smaakt dit? Ik wil het proeven. Ik presenteer u Proefwerk. Ik heb besloten dat ik per aflevering 2 dingen ga proeven. En laten we maar gelijk beginnen, want ik heb er heel erg veel zin in. In deze aflevering 2 dingen die ik nog nooit eerder in mijn leven had gezien. En die ik dus heb gekocht en ga proeven vandaag. Allereerst de pitahaya vrucht. Hij komt uit Vietnam. Het ziet eruit als een soort van bloem. En ik vind het erg spannend en ik hoop dat het lekker is. En als tweede, duopinotti cookies en milk. Is this for real? Iedereen kent duopinotti, denk ik wel. Maar ik had het vroeger gewoon met witte en bruine chocolade. En dit is gewoon cookies en milk. Of cookies en cream, of wat het dan ook is. Ik had het nog nooit gezien. Heel veel zin in. Maar we gaan beginnen met de vrucht. Ah, oké. Wow, dit is zo vreemd. Kijk nou. Ik hoop dat die rijp is. Dat weet ik natuurlijk niet, want ik heb geen verstand van deze vrucht. Op de achterkant staat alleen maar te gebruiken voor jam, koud vlees, salade op dessert. Pitjes zijn eetbaar en dat je hem moet uitlepen. En hij zou zoet-zuur van smaak moeten zijn. Ik heb zo het idee dat dit misschien wel vergelijkbaar is met een passievrucht. I don't know. Ik vind het spannend. En ik ga hem maar gewoon doorsnijden, denk ik. Ik ben heel benieuwd hoe het er van binnen uitziet. Oh, hey, ken ik dit niet? Volgens mij heb ik dit wel eens gegeten. Je hebt wel eens van die hele fancy hotels waar je dan een heel fancy ontbijt hebt. En zo nu en dan krijg je dan voor... Oh, ik weet waar ik dit heb gegeten. In de Filipijnen. Volgens mij was het lekker, maar ik ga het alsnog maar even proeven. Check hoe weird. Oh, volgens mij is die super goed rijp. Ik hoop dat het lekker is. Ik vind het er wel heel spectaculair uitzien, moet ik zeggen. Het doet me ergens aan denken. Het is niet per se echt een hele positieve associatie, moet ik zeggen. Blech. Niet echt lekker, moet ik zeggen. Zou dat komen doordat het dan zo geïmporteerd is naar Nederland en dat het dan eigenlijk nog niet rijp was, bladibla. Waar smaakt dit nou naar? Het smaakt echt naar zoiets heel erg bekend. Op een of andere manier moet ik aan planten denken. Misschien wel Mert ook proeven. Mert, ik heb zo'n hele gekke vrucht. Wil je die proeven? Kijk. Oh. Ken je dit? Dragonfruit. Nee. Huh? Nikahara of zo heet het. Pitahaya. Ik heb het gevoel dat ik dit in Singapore heb gegeten. Ik heb het gegeten in de Filipijnen. Maar ik vind het echt helemaal niet lekker. Vind je niet naar plant smaken? Misschien moet er een beetje suiker bij. Maar het is een vrucht. Het hoort gezond te zijn. Ik vind nergens naar smaken. Het heeft een hele gekke smaak. Zeg maar, als dit super gezond was, zou ik het gewoon eten omdat het gezond was. Maar ga je dit nou niet meer opeten? Jawel. De pitahaya vrucht. Niet heel enthousiast. Ik vind het uiterlijk eigenlijk mooier dan hoe die verder smaakt. Maar misschien komt het wel doordat eigenlijk gewoon dit soort vruchten van heel ver komen en niet hier in dit land horen te groeien of horen te zijn überhaupt. Ik bedoel, de mango's die ik in de Filipijnen had, die waren ook 1000 keer lekkerder dan elke mango die ik hier in Nederland heb gegeten. Ik zweer het, als je een keer naar zo'n Aziatisch land gaat of iets Zuid-Amerikaans of zo, eet daar het fruit. Het is fantastisch. Maar het moment waar jullie stiekem waarschijnlijk met z'n allen op zitten te wachten, want het fruit kan jullie eigenlijk toch niet schelen. Verwacht ik zo. De duopinotti! Ik ben hier heel erg benieuwd naar en ik weet dat Mert hier ook heel erg benieuwd naar is. Als je hem openmaakt, een klassiek duopinotti folietje, dat altijd ontzettend moeilijk ervan af te krijgen is. Waarom moet dit altijd zo moeilijk zijn, jongens? Het ruikt echt heel erg lekker. Ik heb hem open. Kom erbij dan. Oké, dus ik dacht we gaan hem straight out of the pot eten. Straight out of Compton. Maar ik wil eigenlijk eerst zo de smaken zo los van elkaar proeven. Doe het. Vind je dat goed? Ja. We gaan hier echt heel misselijk van worden. Ik weet het nu al. Nee. Smaakt dit niet gewoon naar de witte kant van duopinotti? Nee. Veel romiger. Yo, je neemt zoveel op je lepel. Het is wel echt pikzwart ook gewoon. Ik vind dat best wel een beetje eng eigenlijk. Maar ja, aan de andere kant, Oreo's zijn ook zwart. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het teleurstellend vind. Nee, ik snap wel wat ze hebben gedaan. Ja, snap je het? Als je ze allebei bij elkaar hebt, is het beter dan wanneer je ze los van elkaar proeft. Vind je lekker? Je hebt zeg maar zo'n kleine stukje zo dat je dat zo
Zo. Stukjes? Ja, niet echt stukjes, maar zo mini. Zo. Ja. Jij bent echt veel enthousiaster dan ik eigenlijk. Ik ga dit niet meer opeten. Wil je even opeten? Ben je serieus? Ja. Je wordt echt heel misselijk, hè? Dat weet je al. Besef wel dat we dit zonder brood eten nu, hè? Ja, dan voel ik het alsnog niet echt eigenlijk. Maar misschien, ik vind het ietsje te heftig. Ik vind het denk ik te zoet. Misschien als het wat minder zoet was. En, een paar aanpassingen. Ik denk, als het ietsje minder suiker heeft en dan meer stukjes erin, dat ik het lekkerder zou vinden. Want dan smaakt het meer, zeg maar, als speculoos. Maar dan wel een beetje als de koekjes, zoals de Oreo-koekjes. Ja, duo panotti. Leuk om een keer te proberen. Ik zou het niet elke dag op mijn boterham doen. Die Pitahara, Niagara Waterfalls. Ja, gewoon ook leuk om een keer te proberen. En leuk voor je fruitschaaltje. Mooi ter decoratie in je huis. Oké. Ja. Doei. Doei. Oké, volgens mij is Mert's conclusie duidelijk. Die van mij. Ik ben iets minder enthousiast dan ik hoopte. Maar wie weet vind jij het wel lekker. Misschien had je er nog nooit van gehoord en kan je het nu gaan kopen in de winkel om uit te proberen. Maar geef niet mij de schuld als je dan onnodig geld hebt uitgegeven en het niet lekker vindt. Ik hoop dat jullie deze eerste aflevering leuk vonden. Als je het leuk vond, laat het dan weten in de comments, want dan kan ik meer van dit soort dingen gaan maken. Ik heb stiekem al meer dingen bij de supermarkt gekocht die ik wil gaan uitproberen. Maar als jullie nou in de comments zeggen van nee Teske, dit is echt het stomste wat je ooit hebt verzonnen, dan ga ik het niet meer proberen. Dus let me know en dan zie ik jullie morgen weer. Hartjes! Doei doei!